Flevoland, een land met mensenhanden gemaakt, gericht op de toekomst, waar mensen ook met zicht op een nieuwe toekomst naartoe kwamen. Maar vooral ook met ambitie, ambitie om te ondernemen, te innoveren, te groeien. We zijn hier op de proeflocatie van de Wageningen Universiteit, waar onder andere ook de boerderij van de toekomst is, waar we het landbouwproductiesysteem van de toekomst onderzoeken. Dat gaat over duurzaam waterbeheer, dat gaat ook over de energietransitie, dat gaat over het toepassen van meer ecologische principes in het landbouwproductiesysteem, maar vooral ook over heel veel technologische innovaties, de robotisering en de automatisering in die landbouw. Om die innovaties te laten landen en te laten floreren, hebben we in Flevoland Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij. Marco, jij bent daar directeur van. Is daar nou een goed ondernemers- en innovatieklimaat in Flevoland? Ja, ik denk het absoluut. Ik bedoel, je geeft al aan, hier zijn de grote maatschappelijke uitdagingen. Die zie je hier in het veld. En wij zien elke dag ondernemers die bij ons aan de deur kloppen, omdat ze daar graag een rol in willen spelen. Ze willen graag die innovatie aanjagen. Ze zijn op het gebied van automatisering, robotisering heel hard bezig om de handen en voet aan te geven. En wij proberen ze vervolgens te helpen door ze aan elkaar te verbinden, door ze te verbinden aan de hogescholen. Hogescholen, onderzoekers, overheden, ondernemers proberen we heel nauw te laten samenwerken om die toekomstgerichte economie van Flevoland ook vorm te geven. Ja, we zijn toekomstmakers. Eigenlijk wordt hier de toekomst met onze handen gemaakt.